gratis. Dan moeten we het meenemen. Ja. Ja. Monseigneur Secco, van harte welkom in dit paasprogramma. Wij zullen u straks vragen om Curaçao en de bevolking van Curaçao, de Nederlandse Antillen, de paaszegen te geven. Ik zal het straks aan u vragen. Maar aan deze tafel van hartelijk welkom. Ik stel u voor aan mijn tafelgastdame, wij noemen dat een sidekick in vaktermen. Brenda is mijn sidekick. En Amita is sidekick, die Conchi, Asina Nantayama, ja, Armami. Brenda zal voor mij alles vertalen in het pakje mens. Amita traducit ook was. Vamos hier i na intelligente na natural. Ja. Voor uw bemiddeling dat wij pastoor Simon Wilson hebben mogen interviewen. Nós estamos muito contentes com nós por a interview pastor Simon na nosso programa. Então, ja. Monseigneur, als u dat interview ziet van Simon, dat is zo'n mooi interview. Ik heb het geloof ik zelf nog nooit voor televisie gezien dat een man zijn hart zo blootlegt voor de bevolking van een land. Het was een interview maasje bom mes com nos no pokere com Renhammer ta sí sí este es popular popular está popular het is wel zo dat we hebben geen theologische kwesties besproken. Die hebben we voorbij laten gaan. We zijn uitgegaan van het paasfeest en dit programma, daar zit in hele luchtige onderwerpen het ei, iedereen eet een ei, de kip, de haan, de vruchtbaarheid van de haan. Wie was er eerder, de kip of de ei? Sí. Monseigneur, ik heb een aardigheidje tussendoor. De mensen thuis die zouden nu eigenlijk een pen of een potlood moeten pakken en een stukje papier. Okay. Dan zal ik een recept voorlezen. En het is een heel toepasselijk recept. Oh, maar comprenez, een recept. Hopje apart. Oké, we zijn tour televidente dan, please. Een pen voor papier. En de Tontje ting algo hopje apart. Een recept. Een recept die Pasco, no? Een recept speciaal voor de bisschop. Oh, een recept speciaal voor bisschop. Dank je, bedankt. Het is lekker. Dus ik ga nu vertellen. Tontjes bisschopswijn. Schrijft u maar op. Tontjes bisschopswijn. Tontjes bisschopswijn. Receta di obispo. Okay. Eén fles rode, eenvoudige Bordeaux. Okay, dus hoeft geen dure Bordeaux te zijn, maar wel een goede. Corra, en dan is het op Icaro. Gewoon. Gewoon. Bordeaux. Pero Bordeaux, marca Bordeaux. Rood. Rood. Rood, wijn. Rood. Okay. 100 gram witte suiker. 100 gram di succo blanco, toch? Witte. Witte. Twee pijpjes kaneel. Dus pipa of stokjes kaneel. Drie kruidnagels. Tres kruidnagel. Een schil van een citroen. Ah, casca di Die limoen. Limoentje. Sí. Maar zonder het wit. Sin el blanco. Oké. Okay. Twee dunne schijfjes citroen. Dos pida chiquito di wat? Nog een keer? Citroen. Oh, schijfjes citroen. Limoentje. Nu de bereiding. Verwarm de wijn. Voeg de suiker. Wacht even, Tontje. Je wil snel je wijn drinken, hè? Ik heb het al gemerkt. Oké, nog eens. Nog een keer. Verwarm de wijn. Oké, geen thee. Voeg de suiker. De kruidnagel, kaneel. En de citroenschil en de citroen bij. Breng het op kookpunt. Geen thee. Kookpunt. Laat. Zet het af. Después, laat het afkoelen. Lage fría. En laat het 3 uur staan. Ah, 3 horas. Lage para 3 horas. Gooi het door een zeef dat de kruidnagel van citroen erin blijft zitten. Ja. O sefte, casca di limonchi con kruidnagel queda atrás. Serveer het in een mooi wijnglas. Y serveer het in een glas. Iets mooier dan dit. Het is lekker, lekker. Bonita. Doosje, En heel toepasselijk, we gaan nu met de monseigneur een glaasje wijn drinken. Monseigneur, mag ik u een glaasje wijn aanbieden? Ja, ja. Ik eet daar.